Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Voordat ik begin met de video, eerst even twee dingen. Ik ga eerst vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb Kiko Lippotlood 301 op. Met de lipcream van Bella Pierre Cosmetics in de kleur Nude. En Catrice Volumizing Lip Gloss in de kleur, ik weet niet, want alles is er echt al af. Maar ze hebben deze maar in drie kleuren en deze maakt oprecht je lippen een beetje dikker. Je voelt het ook helemaal zo tintelen en mintachtig worden. Deze is echt goed als je iets dikkere lipjes wilt. Nou, en dan nog iets. Mijn moeder wilde graag dat ik iets liet weten aan jullie. Deze wasgel van de Kruidvat vindt mijn moeder echt super fijn. Ze haalt hier altijd haar make-up ermee vanaf. Ze heeft ook een vrij droge huid, net als ik. Ik heb het dus echt voor mijn moeder. En zij vindt deze dus echt heel fijn om de make-up af te halen. En zij wilde graag dat ik dat aan jullie zou vertellen. Dus bij deze, probeer het eens een keer uit. Misschien is het ook fijn voor jullie. Nou, ik heb het al een aantal keer in mijn video's erover gehad. Dat ik bezig was met de winactie. Nou is hij er eindelijk. Het heeft eventjes geduurd. Ik was van plan om de winactie iets eerder te houden, want mijn laatste winactie was bij 2000 abonnees en ik ben nu al bijna bij de 5000 en dit is pas mijn tweede winactie. Maar er kwamen allemaal andere video's tussendoor die ineens moesten, dus ik moest het steeds uitstellen. Maar vandaag is hij er echt. Ik heb een heleboel producten voor jullie. Natuurlijk is alles nieuw. Een paar dingen zijn geswatcht, maar dan praat ik echt over twee dingetjes. Ik heb alleen maar geswatcht, meer niet opgedaan, niet bij anderen opgedaan, helemaal niks. Maar dat vertel ik allemaal zo. Ik ga alles gewoon laten zien en ja, op het einde vertel ik wat je kunt doen om te winnen. Dus blijf vooral kijken. Nou, in deze tas van Kiko zit alles wat jullie kunnen winnen. En ik ga gewoon alles even laten zien. Als allereerst heb ik deze Pure Clean Wipes van de Kiko. Dit zijn hele fijne make-up doekjes in een klein formaat. Heel fijn om mee te nemen. Ik neem dit soort kleine doekjes altijd mee in mijn tas. Voor als ik mijn make-up moet afhalen of mijn lipstick wordt helemaal droog. Dan kan ik het er gewoon snel afhalen. Dus het leek me leuk om eentje aan jullie te geven. Ik heb de Professional Eyebrow Palette van LOV Cosmetics. Die is ook voor één van jullie. Zo ziet hij eruit. Je hebt allerlei poeders voor je wenkbrauwen. Dus welke haarkleur je ook hebt. Ik denk dat jouw kleur er wel gewoon bij zit. En je hebt een klein kwastje en een penseeltje en een handig spiegeltje. Ik heb hier twee highlight paletjes van de Action. Ik wilde hier toen deze uitkwamen een paar maanden geleden nog een video over maken. Maar ik ben er niet echt van gekomen. Dus ja, ik heb ze alleen geswatcht. Ze zijn niet gebruikt. En ook deze zijn voor jullie. Ik heb ook twee producten van May Beauty voor jullie. Ik heb de Incredible Food Mask. Ik heb hier nooit een video over gemaakt. Ik weet wel een andere vlogster die hier wel een video over heeft gemaakt. En dat is Laura Ponticorvo. Dus mocht je willen zien hoe je dit kunt gebruiken en zien bij haar hoe ze het heeft gedaan en hoe de resultaten waren, kun je even haar video bekijken. Dus dit is gewoon een voetmasker. En ik heb de Incredible Face Mask. Hier heb ik wel een video over gemaakt. Ik zal hem even hierboven linken mocht je die willen zien. En die is ook voor jullie. Nou, ik heb vandaag veel maskertjes. Want ik heb ook You Are Golden Eye maskertje van de Kiko. Dit zijn van die pads voor onder je ogen om wat minder wallen te krijgen. En er wat frisser uit te zien en wat minder vermoeid. Ik heb ook deze siliconen spons van de Boosie Shop. Daarmee kun je foundation aanbrengen. Ik heb de Soft Matte Lip Cream setje van NYX. Dit is in de kleur Cannes, Abu Dhabi en Berlin. Abu Dhabi en Cannes zijn echt twee van mijn favoriete kleuren. Dit zijn hele mooie nieuwe kleuren. En dit setje is gewoon voor jullie. Ik heb ook de Micro Contour Duo Pencil van NYX in de kleur Light. Hiermee kun je contouren en highlighten. Deze is wel in de kleur Light, dus in principe alleen geschikt voor lichte huid. Mocht die nou niet passen bij jouw kleurhuid, kun je hem altijd weggeven aan iemand met wel een lichte huid. En dan kun jij ook weer iemand anders blij maken. Ik heb ook een setje wimpers van de AliExpress voor jullie. Iedereen die me al een tijdje volgt weet dat ik altijd neppe wimpers opdoe van de AliExpress. Vandaag gewoon ook weer. En dit zijn de A14. Ik zoek altijd op 3D mink lashes en ik pak altijd die wimpers. Deze zijn ook echt heel mooi. Ik heb ook de Holographic Highlighter Palet van LOV. Dit is een highlighter paletje met drie highlights en een spiegeltje. En dit zijn allemaal van die highlighters die zo van kleur veranderen en zo. Is wel leuk. Ik heb ook deze blush stick van LOV. Hieronder heb je een soort van kwastje. Daarmee kun je dus gewoon uitblenden. En hier is gewoon de blush. Het is gewoon een leuk kleurtje. Doe niet te veel op, anders wordt het echt te heftig. Ik heb van de Primark deze body bronzer nooit gebruikt. Hij is wel een beetje vies, maar dat komt gewoon door de poeder van binnenin. Hij is nooit gebruikt ofzo. En dit is een bronzer over je lichaam met een beetje glitters eroverheen. En deze lijkt me ook wel leuk om aan jullie te geven. Ik heb ook de make-up spons van de Kiko. Kiko heeft er twee. Een iets lichtere roze en deze. En deze vind ik echt het fijnst. Ik heb ook twee setting sprays voor jullie. Deze is van Maybelline Superstay 24 setting spray. En de BH Cosmetics setting...
en de BH Cosmetics Setting Spray. Allebei voor één van jullie. Ik heb ook twee nagellakjes van LOV Cosmetics. Deze roze is de kleur Bridal Bloom en de groenblauwe is de Faux Denim. Ik heb altijd acrylnagels, dus ik gebruik geen nagellak. Dus deze is voor iemand van jullie. Ik heb ook de Wet n Wild Color Icon Blush in de kleur Fantastic Plastic Pink. Dit is een hele leuke roze kleur. Ik heb hem ook eentje van mezelf, want ik vind hem echt heel fijn en heel mooi. Hij blendt ook gewoon heel fijn. De kleur is wel vrij heftig, dus breng niet te veel aan, anders krijg je echt super roze wangetjes. Ik heb ook twee mini kwasten van de Boozy Shop. Dit is de Fan Brush 3500. En dit is de Boozy Brush Tapered Highlight 3300. Deze is voor highlighten, deze is voor contour of bronzen. Je kunt er ook highlighter mee aanbrengen. Maar hij is vooral heel fijn om mee te contouren, poedercontouren. Ik heb van Kiko de Fall Mascara. Dit was echt de best verkochte mascara ever. Like ever. Mensen kwamen deze echt inslaan. Dus ik heb er ook eentje ingeslagen voor jullie. Van Aim Spark heb ik deze highlighter in de kleur Champagne. Het bedrijf heette eerst Jit Cosmetics. Dus je hebt me daar vast al een keer over horen praten. Hoe geweldig ik hun highlighters vind. Deze zijn allemaal van hun. Die daarboven zijn allemaal highlighters. En dit zijn ja, een soort van pressed oogschaduwen. Dit zijn allemaal hun highlighters. Hun highlighters zijn zo heftig, mensen. Jullie gaan het gewoon echt niet begrijpen. En dit is dus een pressed highlighter in het kleine formaat in de kleur Champagne. Echt hele mooie highlighters hebben. Nou, we zijn nog steeds niet klaar. Iemand gaat echt heel blij worden. Van BB Cosmetics heb ik de Brow Gel. Dit is de kleur Brown. Dus als je bruine wenkbrauwen hebt, heb je geluk. Heb je die niet? Ja, dat kun je misschien aan iemand anders geven. Van NYX heb ik de NYX Lingerie in de kleur 13 Scandalous. Scandal, ja, weet ik veel. In ieder geval deze kleur. Die zit er ook bij. Van Bella Pierre Cosmetics heb ik deze zilveren losse poeders. Dit is de kleur Spectra. Deze zijn zilver. Dit zijn wel echt losse glitters die je niet gewoon zo op kunt doen. Je moet het wel echt aanbrengen met glitterlijm. Van de Kiko heb ik ook de PH Lip Enhancer. Dit is een lipbalmpje die je opdoet en dan de kleur van jouw eigen lippen iets meer naar voren brengt. Deze is heel fijn als gewoon lipbalmpje. En als je je eigen lipkleur heel mooi vindt, is deze dus ideaal. Ik heb hem ook van mezelf. Het is dus deze. En hij ziet er zo uit. Al is mijn er wel een beetje raar geworden. Nou, dit was dan alle make-up die een van jullie gaat winnen. Nou ga ik vertellen wat je moet doen om te kunnen winnen. Je moet een aantal dingen doen, dus let goed op. Want als je het niet allemaal hebt gedaan, kun je ook niet winnen. Ten eerste, abonneer en like deze video. Natuurlijk, je moet wel geabonneerd zijn op mijn kanaal en deze video hebben geliked. Ten tweede is, volg mij op Instagram. Als je me daar niet op volgt, kun je ook niet winnen. Want daar ga ik bekendmaken wie er heeft gewonnen. En daar ga ik ook contact met jou opnemen. En als ik dan zie dat je me daar ook niet volgt, ja, dan gaat er iemand anders winnen. En als derde, laat een reactie achter onder deze video. Dus niet op Instagram, onder deze video. Met waarom jij wilt winnen en jouw Instagram naam. Zodat ik jou kan vinden als je hebt gewonnen. En that's it, meer hoef je niet te doen. Nog wel even iets extra's. Ik heb natuurlijk gewoon mijn trouwe abonnees, mijn trouwe volgers die altijd mijn video's bekijken, liken, reacties achterlaten. En er zijn natuurlijk mensen die pas nou gaan abonneren en nou pas liken. Dat is ook helemaal prima, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Maar ik wil wel even iets doen voor al mijn trouwe volgers. Ben jij iemand die mij al lang volgt, of niet heel lang, maar wel trouw mijn video's bekijkt en liked en ook vaak reacties achterlaat? Ik weet wie er vaak reacties achterlaat. Ik onthoud namen en ik hou echt bij wie echt trouw bijna al mijn video's bekijkt. Als die mensen ook meedoen aan deze winactie, tellen hun mee voor 2. Puur omdat ik het echt apprecieer dat jullie altijd onder mijn video's reacties achterlaten en liken en kijken en altijd zo lief zijn, tellen jullie dus mee voor 2. Ik ga niet nu zeggen wie dat allemaal zijn, want het zijn er wel echt een aantal. Maar ik denk dat je zelf ook al weet of je vaak reacties achterlaat, dan weet je dat jij meedoet voor 2. Dus je hebt dubbele kans om te winnen. En dit betekent, straks kies ik gewoon een aantal mensen uit. Ik voer al de namen in op een website die automatisch iemand laat winnen. Dus dan komt er gewoon automatisch een naam uit. Maar de namen van die personen voer ik dus 2 keer in. Dus je hebt extra kans om te winnen. Deze winactie loopt voor 1 week. Dus het is vandaag dinsdag. Dus volgende week dinsdag maak ik bekend wie er heeft gewonnen. Dat maak ik bekend hier onder de video. En ik ga je ook even een DM sturen. Want als het goed is heb je je Instagram achtergelaten in de reacties. Nou, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. En die komt zaterdag. Doeg!